De top van de wereld. Zo wordt de Himalaya genoemd. En terecht, want hier zijn de echte reuzen te vinden, zoals de Kanchenjunga, met meer dan 8500 meter, de op twee na hoogste berg op aarde. En net als de toppen zijn de hellingen en valleien eronder vaak in mist gehuld, waardoor je meer moeite moet doen en soms diep voorover moet buigen om al dit moois te ontdekken. En juist hier, in het noordoosten van India, rijdt door al die schoonheid de wereldberoemde Toy Train over de Darjeeling Himalaya smalspoorlijn. Bij ons misschien vooral bekend om de Darjeeling thee, die hier vandaan komt, is het door de grote variatie in landschap en cultuur meer dan de moeite waard er nader kennis mee te maken. Die kennismaking begint in Siliguri, een belangrijk bestuurscentrum niet ver van de grenzen met Bangladesh en Nepal. Wat daar meteen opvalt zijn de duizenden fietsen die erg veel worden gebruikt voor vervoer van mensen en goederen, maar voor wie hoger de bergen in wil is er alleen de bus of de trein. Op het drukke station haasten late reizigers zich over de volle perrons om een zitplaats of iets te eten te vinden voor het begin van de reis. Als de diesellok is aangekoppeld en de rijopdracht door de machinist getekend is, vertrekt de trein voor de urenlange reis de bergen in. Het gaat in zo'n tempo dat ook de man die zijn ontbijt nog niet op had en de rest maar in zijn handen meeneemt, de trein nog net kan halen. En dat is maar goed ook, want de volgende gaat pas morgen. Eén keer per dag vertrekt de Toy Train om 9 uur van Siliguri naar Darjeeling. Voortdurend gebruikt de machinist de wat astmatisch klinkende hoorn, want er zijn zo weinig treinen dat de rails als speelplaats en looppad gebruikt wordt en het passeren van de trein vooral lastig is. Vanaf het station hebben de lijnen naast elkaar gelopen, maar hier kruisen smal en normaal spoor elkaar en gaat de een de stad uit en buigt de ander naar een fabriek af. In de buitenwijken gaat de lijn over de 200 meter lange brug van de Mahanadi-rivier, de langste brug van het traject. Ook al staat er nu niet veel water in, veel mensen maken er gebruik van. Ze doen er de was, wassen hun kinderen of zichzelf, lopen pootje te baden of graven in de modder naar mineralen of andere kostbaarheden. Na de moesson staat het water heel wat hoger en is de stroming soms zo heftig dat hij alles meesleurt en de oevers overlopen. In 1968 verdween zo het grootste deel van het Teesta-spoor, een zijtak van deze lijn die door het dal van een rivier liep.
Helaas is hij niet meer herbouwd. Buiten de stad komt de lijn al snel in de Terai, een gebied aan de voet van de heuvels die naar de Himalaya leiden. Vroeger begon hier het regenwoud, een jungle met hoge bomen en een bijna niet te doordringen onderbegroeiing. Vochtige warmte, gecombineerd met veel neerslag door de stijgingsregens, zorgde voor ideale klimaatscondities. Nu is veel jungle verdwenen en zijn hier vooral theeplantages. Voor de aanleg van de lijn woonden hier bijna geen mensen. En de dorpjes die ontstonden kwamen langs het spoor op plaatsen waar de trein stopte om water in te nemen of waar een station was. En omdat de rails langs de weg zijn aangelegd, stoppen chauffeurs van bussen en vrachtwagens ook nu nog altijd op diezelfde plaatsen. Daar is van alles te koop, is het altijd druk, wordt van alles gemaakt en ben je altijd zeker van klanten. De eerste 15 kilometer stijgt de lijn nauwelijks. Maar buiten Sukna, het eerste station na Siliguri, is duidelijk te zien dat de lok moet klimmen. De hoorn wordt hier flink gebruikt. Want om grotere bochten te kunnen maken, slingert het spoor van de ene kant van de weg naar de andere. En zo kruisen ze elkaar 177 keer op een rumoerige manier. Hier is goed te zien dat allerlei constructies moesten worden aangelegd om het water van bergbeken omlaag te leiden en om te voorkomen dat in de regentijd grondverschuivingen vanaf de hellingen het spoor mee zouden sleuren. Dit deel van de reis loopt het spoor tussen allerlei tropische bomen en planten die hier in grote overvloed groeien. Bananenbomen staan zomaar langs de lijn, waarvan de enorme bladeren kunnen worden gebruikt om een dak op een hutje te maken. Dieseldampen blazend en hard toeterend komt de trein langzaam hoger en laat zo van zijn komst weten wat bij wegkruisingen niet overbodig is. De meeste chauffeurs trekken zich van ander verkeer niet zoveel aan en je kunt niet voorzichtig genoeg zijn. Bij het dorpje Chumbati, waar de school net pauze heeft, ligt een van de bekendste punten op de lijn. De Chumbati-keerlus. Om tot een heuveltop te kunnen stijgen, is op een aantal plaatsen gebruik gemaakt van een soort spiraal. Het spoor gaat dan twee keer rond de top en kan zo op een korte afstand veel hoogte winnen. Thank you.
Voordat de trein hier reed, was dit een geliefd punt voor reizigers die met draagstoel of ossenwagens onderweg waren. Hier konden ze rusten, wat gebruiken en van het uitzicht op de vlakte genieten na een klim van zo'n 700 meter. Deze weg werd speciaal aangelegd, zodat karren de bergen in konden rijden. Ook al stopt de trein hier niet, het blijft de moeite waard om er naar te kijken. Deze hellingen met hun dichte begroeiing waren tijdens de aanleg aan het eind van de 19e eeuw, maar ook nog lang daarna, het territorium van kuddes olifanten, tijgers, luipaarden en allerlei andere voor ons onvriendelijke beesten. Daar kreeg ook de spoorlijn mee te maken. Hier bij Tindaria werden door een spoorwegman in een paar jaar tijd zo'n 40 luipaarden met aas gevangen. Hij werkte waarschijnlijk hier, in de werkplaats van de spoorwegmaatschappij. Daar worden ook nu nog de wagons en loks van het bedrijf onderhouden. Vooral het rijklaarhouden van de 14 stoomlocomotieven, waarvan de meeste bijna of meer dan 100 jaar oud zijn, vergt veel vakmanschap. Vaak moeten eigen oplossingen worden bedacht, omdat er geen kant-en-klaar antwoord is voor problemen met deze oude machines, ketels en leidingen, die nergens anders worden gebruikt en waarvoor bepaald geen reserveonderdelen klaar op de plank liggen. En al zijn er wat machines vernieuwd, de werkplaats zelf is ook bijna een plaatje uit de oude tijd. De weg die werd aangelegd zodat twee ossenwagens elkaar konden passeren, is nu veel te smal voor al dit verkeer. Vrachtvervoer op de nieuwe of oude manier, voetgangers en de trein vechten samen om de kleine ruimte tussen de rotswand en de huizen. Langs en voorbij de werkplaats klimt het spoor met een aantal korte bochten van links naar rechts en terug over de helling van de Selimheuvel. Deze weg werd in 1861 gebouwd om het koninkrijk Sikkim, dat onder Engelse bescherming stond, beter te kunnen bereiken. Al was het een grote verbetering vergeleken bij al bestaande paden of karrensporen, toch gingen ossenwagens te langzaam. Een smal spoorlijn was de beste oplossing. Vooral toen er geen nieuwe route mocht worden gebouwd en het traject werd gevolgd van de bestaande weg. In 1879 werd daarmee begonnen door de firma Arbuthnot uit Calcutta. Toen de ingenieur in wanhoop aan zijn vrouw vertelde dat hij geen raad wist met de aanleg van sommige steile stukken,
schijnt ze gezegd te hebben: als vooruit niet lukt, waarom ga je dan niet achteruit? Zo ontstonden de zigzagkruisingen, waar de trein op een deel van de helling achteruit rijdt en daarna weer in de oorspronkelijke richting vooruit. Op die manier heeft de lijn wel veel hoogte gewonnen met twee wissels en dat korte stukje extra spoor. Dat is niet bevorderlijk voor de snelheid, maar die ligt toch meestal niet hoger dan 15 kilometer. Al is het wel een praktische en goedkope oplossing. En toen de lijn in 1881 klaar was, duurde de reis vanaf Calcutta nog maar 24 uur en geen 5 dagen. Net als de praktische oplossing van de zigzag- of z-kruising is ook een paar keer gebruik gemaakt van de keerlus. Een bijna volledige enkele of dubbele cirkel, soms met een doorsnede van niet meer dan 20 meter. De winst van de klim is hier te zien aan het hoogteverschil met de rails rechtsonder in beeld. Op deze helling, vroeger bedekt door jungle en nu door theestruiken, is goed te zien hoe indrukwekkend het landschap is. Het maakt ook duidelijk hoe moeilijk de aanleg van deze bergspoorlijn daarin was. En dat in een land waar toen nog nauwelijks ervaring was met de bouw van dit soort spoortrajecten, waar techniek en natuur naast elkaar moesten leren bestaan. Door een uitsnede in de rotswand klimt de lijn steeds hoger op de Gidarpahar of Jakhalsberg, die soms met een slingerpatroon wordt bereden. Daardoor kijken de passagiers vaak uit op het deel van de spoorlijn waar ze net nog overheen reden. Een verkeersagent in zijn chimney, zoals deze constructie wordt genoemd. Het is de enige veilige plek op de te smalle Ossewagenweg, nog steeds de belangrijkste route voor trein, vracht en ander verkeer. En als de trein laat horen dat hij eraan komt, moet ook de chimney weg, want alles moet aan de kant. De beveiligingsman houdt zijn groene vlag omhoog en de machinist weet dat hij veilig het station van Kursong binnen kan rijden, plaats van de witte orchidee. Dat ligt op een hoogte van 1500 meter, wat betekent dat de trein in 50 kilometer 1400 meter is geklommen. Omdat het hier op de berghelling zo smal is, was dit blijkbaar de enige ruimte om het station te bouwen als een soort zijspoor. Dus als de trein verder gaat, moet hij terug het hoofdspoor op. Als het wissel is omgelegd, rijdt hij weer vooruit en kruipt tussen huizen en verkeer langzaam het dorp uit. Begeleid door beveiliging met vlaggen, hoornsignalen en veel gefluit van drukke politiemensen die de chaos moeten herstellen na het passeren van de trein.
Na Kursong rijdt de trein verder op de laatste 25 kilometer van de reis, waarbij de lijn blijft stijgen omdat een verschil in hoogte van 900 meter overwonnen moet worden. Hier wordt ook duidelijk dat in een paar minuten de omstandigheden in de bergen razendsnel kunnen veranderen. Het ene moment heb je een prachtig uitzicht, het volgende kun je door de mist nog geen 50 meter kijken. Of giet het bij een wolkbreuk van de regen. Dat betekent dat de machinist steeds met deze veranderingen rekening moet houden. Maar ook de passagiers weten nu al dat hun reis langer zal duren dan de 9 uur die daar officieel voor staat aangegeven. Door de regen worden de rails zo glad dat de wielen van de lok daarop gaan slippen. En ook al wordt er zand opgestrooid, het kost toch veel moeite om de trein door de vele scherpe bochten te trekken, zodat de snelheid erg laag wordt en hij soms bijna stilstaat. Ook de mensen die hier wonen moeten zich steeds aan de snel veranderende situatie aanpassen. En waar zou je dan zijn zonder plastic? Je kunt er jezelf en je huis mee bedekken, de kraampjes langs de weg mee beschermen en zo hopen dat het droog zal worden. Met de daverende snelheid van 12 km per uur wiebelt de lok verder en houdt de machinist voortdurend de hand aan de knoppen. Hij moet steeds alert zijn dat mensen of dieren, zeer belangrijk in India, niet op de rails lopen of die oversteken. Ook kan het autoverkeer, dat hier vooral uit jeeps en trucks bestaat, achter elke bocht voor verrassingen zorgen. Want vaak gebruiken ze de rails om uit te wijken als ze elkaar op de smalle weg moeten passeren. Toeterend en piepend komt de trein aan op het eindpunt en het hoogste station van deze reis. Goom, dat op 2260 meter boven zee ligt. Ook hier weer het bekende ritueel met veiligheidsvlaggen en politiemensen die het verkeer regelen. Maar het spoor gaat op slot, want het is zo donker en de schemering duurt hier maar kort. Achter de bergtoppen van de Himalaya is de zon bijna onder. Het einde van een boeiende dag vol indrukken van een fascinerend land.